Dames en heren, van harte welkom. We zijn hier in het prachtige zonnige Barendrecht bij vereniging SCC Barendrecht. Maar vandaag te gast zijn voor BWC nummer 1. De wedstrijden waren natuurlijk dit jaar wat uitgesteld vanwege het welbekende coronavirus. Maar goed, we zijn er vandaag weer 13 september. De zon schijnt, wat willen we nog meer? Inmiddels zijn we klaar met de eerste 3 kwalificatiemoto's. De halve finale zitten we erop en we zijn er klaar voor. We gaan ons klaarmaken voor de finales. Om even heel chic te zeggen, de main events. Maar de sfeer zit er weer goed in. Het is goed geregeld, mooi met het publiek. Dat ze buiten de baan moeten staan wanneer zijn of haar dochter even niet rijdt. Mooi die afwisseling, maar het is in deze omstandigheden wel mogelijk voor alsnog wedstrijden te kunnen gaan rijden. Dus petje af voor de organisatoren die dit allemaal dit jaar nog kunnen gaan doen. We zijn hier dus bij SCC Barendrecht met een toporganisatie en tot nu toe een hele mooie wedstrijd. We gaan zo beginnen met de finales. Dames en heren, dit was hem dan. Dit is alweer een feit. De eerste AK hier in West, oftewel de BMX West competitie, zit er inmiddels alweer op. En het was gegarandeerd spektakel, de finales. Het ging in een razend tempo door. Hier om 11 uur zijn we vertrokken. En ik kijk hier op mijn horloge. 3 uur op de klok. We hebben in 4 uur alle races erdoor gewerkt. 3 kwalificatiemotors, de halve finales. En dus de crème de la crème, de main events, oftewel de finales. En wat ging er erop? De B-finales, dan wel de A-finales. Er werd gestreden voor die eerste positie. Valpartijen waren helaas niet vermijdelijk, maar de meeste zijn overeind gebleven. En we kunnen weer met z'n allen kijken op een geslaagde dag hier dus in Barendrecht voor de eerste BMX West-competitie. Ik had het niet willen missen en ik denk de meeste medewerkers en publiek langs de zijkant ook niet. Het was top. Het is inmiddels weer een feit en graag zie ik jullie de volgende keer terug.